Hallo, ik ben Rob, stadsecoloog. En ik ben weer op pad om een bijzondere plant in onze gemeente in het zonnetje te zetten. Daarvoor ben ik naar Park de Roomlei gegaan. Het ligt in Udenhout, in de nieuwbouwwijk Den Bogert. Kijk, wordt nog volop gebouwd. En het bijzondere van Park de Roomlei is, het is een heempark. Een heempark is een plek, een park waar we niet alles precies willen aanplanten, alle planten in vakjes willen zetten, maar de natuur meer zijn gang willen laten gaan. En dan krijg je dus hele bijzondere dingen. Dit is de grootbloemige muur, of de grote muur wordt die ook wel genoemd. Kijk, er zitten best wel wat insecten hier rondom die planten. Een plant die van nature heel veel voorkomt in Udenhout, juist omdat hij op lemige grond groeit. En het liefst onder populiere bomen of onder andere bomen die van vocht houden. Nou, daar staan er hier genoeg van in de omgeving. Ja, en dan zie je dus dat die grote muur het ook gewoon heel goed weet vol te houden hier. Nou, in zo'n heenpark kun je dus zien, we hebben ook hier slootjes die van oorsprong hier lagen, nog laten liggen. En in die slootjes staat nu geen water meer, het is keurig droog. Maar in het bruine blad hier kun je zien dat hier ijzerhoudend water zit. Dat is schoon kwelwater. Dat is ook weer een heel goed teken. Ja, en ondertussen zie je dus ook dat heel veel vogels zich thuis voelen in zo'n gebied. Kijk, we leggen dan ook van die takkenrillen stammen aan. Kijk, voor sommige mensen ziet het er wild uit. Maar als je ziet wat het oplevert voor planten. Oh, kijk, een kikker. Dan is het echt wel de moeite waard. En zoiets kun je dus thuis ook doen. Als je nou een tuin hebt en je hebt geen zin in tuinieren, ja, dan maak je gewoon een heemtuin. Dan laat je de natuur zijn gang gaan. En als je dan in Udenhout woont, ja, dan moet er natuurlijk grote muren in de tuin. Die vormt hele plakaten. Dan heb je vervolgens geen onderhoud, maar wel mooie bloemetjes. Nou, prachtig toch? Tot de volgende keer. Dan zie ik jullie weer op een andere plek in Tilburg.